Dance Bootcamp Events, DBE, houdt in september een tweedaagse Dance Bootcamp Summer Editie in de Witte Lotus. Dit is de zesde editie van Dance Bootcamp. De organisatie heeft dit jaar 4 docenten uit Nederland, 2 uit Frans-Guyana en 11 uit Suriname. Volgens Marcelino Sandwijken, eigenaar van dansschool DBE, is de Dance Bootcamp een terugkerend evenement dat in de vakantieperiode wordt gehouden. Er worden 4 dansworkshops per dag verzorgd door de verschillende docenten, zegt Sandwijken. Dans is belangrijk omdat je aan het bewegen bent, maar wat heel veel mensen niet weten is dat wanneer je danst, dat je jezelf heel erg ontspant. Het lijkt er niet op, want ja, je zweet en je wordt moe, maar het is een hele goede ontspanning voor je brein. En maar is 2 dagen wel genoeg? Men gaat zich afvragen, ja, als het gezellig wordt, dan is 2 dagen niet genoeg. Klopt, 2 dagen is niet genoeg, maar we hebben wel een systeem waarop we de mensen kunnen opvangen. Want vanuit de organisatie hebben we ook een dansschool en we draaien dus van maandag tot zondag. Dus iedereen die zich na het evenement verder wil inschrijven voor wekelijkse lessen, kan gewoon tijdens het evenement alvast een inschrijfformulier meenemen. En vanaf oktober kunnen ze dan het seizoen starten bij onze dansschool. DBE geeft dagelijks 2 kinderthuizen de gelegenheid om gratis workshops te volgen. Dat zijn in totaal ongeveer 160 kinderen. Op deze wijze draagt onze organisatie een steentje bij aan onze samenleving, zegt Sandwijken. De deelnemers aan de workshop zullen kennis maken met verschillende dansstijlen. We hebben ballet, house dance, afro, hip-hop, dancehall. En dans ophakken. Het evenement is voor een ieder. Iedereen die zich nog fit voelt om te bewegen en die kan komen en die het leuk vindt, is welkom. We hebben wel een leeftijdscategorie gezet vanaf 7 jaar, maar we staan open voor uitzonderingen. Als een kind 5 jaar is of 6 jaar en ze vinden het gewoon leuk om te dansen, zijn ze welkom. En verder hebben we dus workshops van de tieners en de volwassenen. Dus ook al, we hebben eerder een mevrouw gehad die 60 was, die is komen dansen. Ja, ze vond het leuk en waarom niet? Tot zover Marcelino van Zandwijken, eigenaar van dansschool Dance Bootcamp Event. Hij sprak over de tweedaagse Dance Bootcamp die op 1 en 2 september wordt gehouden in de Witte Lotus.